hou je even vast, ga er even voor zitten, neem er even de tijd voor, want het is echt een geweldige gewichtsbesparing die BMW M GmbH heeft behaald, want deze auto is 20 kilogram lichter. Ja, wat is die leuk, hè? Kleur doet een hoop voor een auto. Echt wel, dit soort auto's met een geel kleurtje, dat helpt. Dat helpt. Nou, welkom. Leuk dat jullie kijken. Weer een autoblog video met mij, Wouter Karsen, in toch wel een van onze favorieten, denk ik, van de hele redactie. Van mij persoonlijk in ieder geval. De huidige generatie 3-serie. En dan niet zomaar één. Dit is een M3. En dan niet zomaar een M3, want dit is de M3 Series. Nieuwe rijden. Opschakelen. Toeren laag houden. Nee, oké. We gaan een beetje rammen natuurlijk. Ja, weer een M3, M4 variant. Ze hebben er natuurlijk inmiddels wel wat. Hè. M3, M3 Competition, M3 Touring, en M4, M4 Cabrio, M4 CSL. Nou ja, weet je. Ze gaan helemaal los. Maar wij vinden dat ook wel leuk. Ja, en dit is feitelijk een M4 CSL, maar dan zonder de L. En met een achterbank en twee extra deuren. En stiekem vind ik dit, of dat nou deze kleur moet zijn, die ik wel heel gaaf vind, maar ik vind het wel echt een hele goede configuratie voor een BMW M-product in deze klasse. Dus M3, M4. Ik vind M3 net ietsje mooier. Deze heeft ook, en daar gaan we ook even hebben over de technologie en zo. Hij heeft de automaat. Hij is helaas geen DCT-bak meer. Dus niet die echte klappen bij het schakelen. En niet een door een computer bediende koppeling. Maar de ZF achteraps is ook wel echt heel goed. Hè? En ook als we launch control doen, dan doet hij ook echt wel, zeg maar, dat schakelmomentum geeft hij mee voor die paar tienden eraf. Dus dat is allemaal wel goed. M3 CS is ook altijd X-Drive, maar ja, je kunt er van alles in configureren. Dat is dan ook wel weer leuk. Ik vind dat BMW dat ook goed heeft gedaan. We hebben hier een knop setup en dan krijg ik in beeld er maar alle instellingen die je kan aanpassen. Motor, onderstel, stuurinrichting, rem, MX-Drive, M-Traction Control. Het MX-Drive kan ik alleen maar aanpassen op het moment dat ik het DSC in, nou ja, of MDM-mode, dus dat is zeg maar half aan en zeg maar een soort je moeder die meekijkt met je huiswerk, zeg maar zo'n stand. Of in DSC off. En in DSC off is er ook een twee-wheel drive modus. En dan zou je kunnen driften. Dan rijd ik nu op de openbare weg. Maar eergisteren niet. En dus kon ik iemand vragen die er verstand van denkt te hebben, een professional, op een afgesloten testcircuit. En hebben wij gekeken met de M-Drift Analyzer hoeveel sterren we kunnen halen. Ik kwam tot 4,5. Voor de oplettende kijkers, dit is niet Wouter, dit is Heini van Driftsport. Die ons graag helpt voor de Autoblog Driftcursus en zelf ook al een potje kan sturen. En zelf een M4 CS rijdt. Goed referentiekader. Knopjes. Heb je al eerder met automaat gereden? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Eens even voelen hoe dat ding. Even kijken. Gewoon even een rondje. Hier, even te voelen hoe die reageert. Hij luistert wel. Luistert lekker naar het gas. Absoluut, absoluut. Zit goed op het gas. En ja, hij staat natuurlijk op straatbanden, dus het ding heeft echt wel ongelooflijk veel grip. Veel voorwaartse snelheid ook nog. En je ziet dat je heel veel snelheid oppikt. Dus ik moest ook af en toe even met het linkervoetje erbij om even af te remmen. En dat mag ook gewoon voor de elektronica? Gewoon, ja, nee, de elektronica is zeer vergeving gezind. Nou, alle lampjes branden, dus alles is uit. Dus alles kan uit. Alles kan ook uit, dat is ook fijn. Maar goed, dat moeten we BMW nageven. Dat blijven ze gelukkig wel doen. Met de M-lijn, alles gaat uit. Zo, meneer Ruijs, uw auto wordt even geprepareerd. Ja, hij heeft nog geen schade. Dus daar moeten we toch wat aan doen, denk ik. Hè?
hebben onze anonieme monteur bereid gevonden om even wat te doen. Maar kijk, Michael die kan wel beter sleutelen dan Wouter. Ja, dat kan ook gauw. Nou Nicola, laat me zien. Vreemde plek om te parkeren. Gaan we gewoon nog een rondje doen. Mag dat, Martijn? Ja, voor de wetenschap. In de drift doorschakelen, no problem. Iemand moet het testen. Hey, 5 sterren drift, laatste drift. Oh, kijk. Wouter kwam tot 9 seconden. 27 seconden drift. Kijk, drifthoek 27, lengte 422. Wel constant, zie je. 5 sterren drift, Heini. Nou, je hebt hem uitgespeeld, de M3. Mijn complimenten. Joehoe! Jammer. Ik kom altijd baas boven baas. Ja, dit gaat makkelijk dwars. Dit is ook echt een potente auto. Dat was de standaard M3 al. M3 Competition natuurlijk weer een stapje daarbovenop. En dit is de M3 CS. Verhoogde turbodruk naar 2,1 bar. 550 pk. 650 Nm koppel. Ik kwam net op de snelweg een Porsche 992 Carrera GTS tegen. En toen dacht ik, ja, dat is ook een 3 liter, maar dan met minder vermogen. Dus dit is een 3-serie met een 3 liter motor met meer vermogen dan echte sportauto's. Nou ja, for what it's worth. Maar dat is dit wel echt veel. Hoe snel, vraag je af? Nou, gaan we even demonstreren. Launch control. Telefoon ligt nu achter. Opgegeven, 3,4 seconden naar de 100, 11,1 naar de 200. Ja, dat hebben we natuurlijk ook weer op die afgesloten baan kunnen proberen. Zo zijn wij dan. Oh, de remt ook echt wel goed trouwens. Wat ik ook merk, het is een zware auto. De remmen worden omremd ook wel. Je merkt dat er temperatuur in komt in alles wat er rond de remmen zit. Maar goed, het is echt snel. Echt grappig, we hebben even metingen gedaan. Ik was even bezig met onze GPS-ontvanger en die moet altijd even satellieten zoeken. Dus ik deed eerst een run in mijn eentje. Toen stapte Martijn, de cameraman, in en dan zie je dat het toch scheelt. Dat is toch 90 kilogram plus de camera erbij. Het is ook wel gestaalde spieren allemaal, dus die wegen misschien nog wel meer. Dat scheelt gewoon. Best apart, dat zou je eigenlijk niet verwachten. Ik denk, ja, wat maakt het nou uit? Ja, dat maakt dus toch uit. Topsnelheid, hij heeft altijd M-driver spec, 302 kilometer per uur. Het is... Onderstel zo, ik vind het zo fantastisch. Ik begon de video met het feit dat we fan zijn van de 3-serie in dit platform. Maar dat is ook echt zo. Ooit de introductie reden we de 330i M-Sport. En die heeft dan natuurlijk even een iets mooier onderstel en mooiere bumpers. Maar ook een spare differentieel wat je als optie kan aanvinken, kon aanvinken. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Ik denk kan aanvinken. Zelfde spare differentieel als deze heeft. En al in een 330i merk je wel van joh, als je wil, kan je dan gewoon ook wel lekker een beetje dwars gaan en voelen. Met name ook voelen dat hij gewoon lekker vanuit achter duwt. En deze heeft dat ook. Ja, het kunnen sturen met het gas, maar ook het kunnen spelen met gewicht. Overigens in echt krappe bochten voel je dan wel dat hij natuurlijk over de voorwielen een beetje wil duwen. Maar dat is ook wel weer te compenseren als je dan op het gas gaat, als er ruimte is natuurlijk. Ja. En dan wordt hij neutraal. En als je echt wil, maar dat kan ik alleen natuurlijk maar op afgesloten terrein doen. Dat doet ook wel eens op andere plekken. En dan wil hij ook wel een beetje oversturen. Waar andere mensen misschien wel overstuur van worden, is het uiterlijk. Ik wil het jullie toch gewoon even laten zien. Zo.
Even ton stuurt ton, hè. Kijk, die boot is rood. De nog grotere boot, zei Martijn daarover. En ja, hier in het M3CS-logotje is het natuurlijk dat rode achtergrondje. Het zijn wel details die ik dan toch stiekem wel erg grappig vind, hoor. Ook aan de zijkant in die... ja, kieuw, hè. Dus volgens mij zijn ze hartstikke nep natuurlijk aan... ik loop er even naartoe en wijs ik even aan wat ik bedoel. Deze dingen, volgens mij doet dat niet echt. Maar goed, hier ook het logootje in. Ja, in de, ik, dat soort accenten, het is wel gaaf. Ja, wat is er nog meer anders aan de M3CS? Goeie velgen. Keramische remmen. Dat is een optie volgens mij. Ik zocht net even in mijn mail, maar ik heb niet de optielijst van deze auto gekregen. Maar volgens mij zijn die nog steeds een optie, keramische remmen. Ja, en vooral ook wat lichtgewicht delen. Carbon fiber reinforced plastic, zoals ze dat mooi noemen. Het dak is standaard, spoorletje, spiegelkappen. Maar bijvoorbeeld ook de motorkap. Natuurlijk in deels gespoten, een fantastische kleur groen. En een deel laat ze gewoon het carbon zien. Die carbon splitter, die is... Ja, weet je, dat is altijd een beetje moeilijk wat je wilt doen, hè, als merk van je wil een auto net ietsje ruiger maken, maar het moet ook niet too much zijn, tenminste in mijn ogen dan. Dit is op het randje, want ik heb hier zeg maar, ik moet hier niet op gaan staan, maar dat zou je wel kunnen doen, dus het steekt wel uit. Ja, en ook in die voorkant, in de nieren, zeg maar, die grill, die is ook lekker opengewerkt, hè, à la de M4 CSL. Want ik heb de M4 CSL en dan dit is eigenlijk zijn tegenknie met meer deuren en met een achterbank. Ook niet onbelangrijk, toch ook van de, kan je wat meer mensen meenemen. Ook lekker opengewerkt en ook hier weer die rood. Ja, leuk. En, even kijken, volgens mij moet ik hem even op slot doen. En dan weer open. Tadaa. Kunnen we het zien? Ja. Even in het geel. Die dagrijverlichting. Ja, dat is toch wel leuk. Ze worden op een gegeven moment volgens mij weer wit. Als je rijdt. Maar ik kan het ook mis hebben, want ik zit dan altijd in de auto, dus ik zie dat zelf niet. Er staat wel echt iets anders. Dat is dan wel weer knap gedaan. Want het is natuurlijk maar gewoon weer een variantje van de BMW M3. Maar ja, toch gewoon in al die details zeg maar net eventjes anders. En dan gaan we door in het interieur. Want dan heb je natuurlijk het lightweight thema. Die carbon kuifstoelen, die zijn standaard. Dat zijn die stoelen waar ook delen in missen. Ze zijn vrij hard. Eigenlijk zijn ze stiekem niet zo fijn. Ja, wel als je echt gaat lopen vlammen, maar voor langere afstanden is het niet heel erg briljant. Ja, en de middenconsole is anders. Geen armsteun, geen bergvak, geen bekerhouders. Nee, dat heeft hij ook niet. Dus nou ja, al met al gewoon wat dingetjes weggelaten, waardoor deze auto... Hou je even vast, ga er even voor zitten, neem er even de tijd voor. Want het is echt een geweldige gewichtsbesparing die BMW M GmbH heeft behaald. Want deze auto is 20 kilogram lichter. Wat in de praktijk betekent als je met 4 man erin zit, dus bepakking, dat die gewoon nog steeds over de 2 ton gaat. Want ja, echt licht... Ja, dat zijn deze auto's niet. Ja, dit hele platform, hè, bouwen ze ook elektrische auto's, ook plug-in hybrids. Dus hoezeer ik ook fan ben van zeg maar, deze generatie, 3-serie M3, M4, i4, noem allemaal maar op. Ze zijn wel mega zwaar. En nog even voor de record, 1765 kilogram. Ja, dat is gewoon een hoop wat je mee moet sjouwen. Gelukkig heeft hij ook een beetje power. Zo... Ik vind hem dik. Hij valt op. Maar ja, sommige mensen willen dat niet, dat snap ik ook. En dan bestel je hem liever in het zwart. Of weet ik van wat. Ik weet niet eens wat leverbaar is. Er zijn maar een paar kleuren leverbaar natuurlijk met dit soort auto's. Ja, wat een apparaat. Ik moet tanken. Nadelen van deze auto. Nou, tanken bijvoorbeeld. Ja. Wil je weergeven? Selecteer tekstje. Ja, hij heeft natuurlijk het nieuwe interieur van BMW met die gebogen schermen, et cetera. Ook nou ja, de Alcantara accenten, die carbon kuipstoelen, die liet ik al buiten even zien. Ik zit er nu op. Niet briljant, die stoelen. Ze zitten standaard hierin. Ik zou dan bijna overwegen om er gewoon normale stoelen bij te bestellen.
En die dan maar in te zetten. En dan als je hem verkoopt, dan weer deze stoelen erin. Ja, zo erg, nee, zo erg. Het went ook wel, maar het kan gewoon beter. Dit voegt wel wat toe, heel veel zijlingse steun, et cetera. Maar ja, een beetje comfort is ook wel fijn. Maar het grootste nadeel hebben we nog niet over gehad. En dat is de prijs. Auto's worden duur. Heel duur in Nederland. Zeker dit soort auto's. Maar ook wel specifiek deze auto. Een normale M3, 138.000 euro. Voeg je X-drive toe, dan komt er nog iets bij. Dit is natuurlijk standaard X-drive. Je moet hem eigenlijk weer vergelijken met de Competition. Maar de M3 CS, 193.000 euro. En dan kan je natuurlijk nog wat dingen aanvinken. Zoals dat altijd gaat. Dat is zeg maar 2 ton. Dat is echt verschrikkelijk veel geld. En ik vind het echt een verschrikkelijk gave uitvoering. Maar het is moeilijk om hiervan te zeggen, nou ja, weet je, gewoon altijd doen. Bij sommige versies zeggen we, joh, gewoon altijd doen. Altijd de dikkere pakken, altijd dat pakket of dit. Maar dit is wel, dit is zo'n groot verschil. Er komt gewoon een derde bij op de prijs. En natuurlijk een aantal opties zijn standaard. En weet je, maar nou, het is wel veel. Heel veel. Ik vind hem wel erg leuk. Dus je moet eigenlijk aan je vrouw als ze twijfelt en je moet je overtuigen van je man, je vader, je moeder, wat even van wie je verantwoording moet afleggen, moet je alleen dit stukje laten zien. Wat een geweldige auto. Geweldig. Beste wat BMW ooit heeft gebouwd. Nou, dit komt trouwens wel echt heel erg in de buurt. Mooier nog dan de M3 Touring, wat ruiger. Ik vind het ook lekker met die carbon, die delen die je gewoon ziet. Fantastisch onderstel. We hebben niet eens gehad over dat het adaptief is, maar dat je ook heel veel comfort kan hebben. Snel, heel snel. Praktisch. Het hele gezin erin geladen, gaat prima. Kan ermee op vakantie. Kan ermee op windsport, heeft X-Drive. Topauto. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Vergeet je niet te abonneren en notificaties. Dat.